Goedemiddag. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Ja, het is vanmiddag op heel veel plaatsen flink bewolkt boven Nederland. En in het midden van het land kan er lokaal zelfs een beetje sneeuw vallen waardoor het wit wordt en ook nog eens op sommige plaatsen glad op de weg. Dus het blijft alsnog eventjes oppassen, zeker in de noordelijke helft van het land, want daar liggen de temperaturen vanmiddag ook gewoon rond of onder het vriespunt. In Duitsland ligt wel een heel groot gebied met opklaringen en dat komt dan heel geleidelijk aan onze kant op. Dus eventjes afwachten hoeveel van die opklaringen uiteindelijk ons land bereiken. Want in de middag dan kan die bewolking wat afgebrokkeld worden door de zon, maar in de loop van de avond en nacht zal het groot deel van het gat opnieuw dicht gaan lopen met laaghangende bewolking. In de opklaringen kan het uiteindelijk wat verder afkoelen dan onder het wolkendek, waardoor het uiteindelijk in het oosten van het land misschien om sommige plaatsen matig gaat vriezen. Eerst even kijken naar vanavond. Misschien dus in het oosten van het land wat opklaringen. Ook in het noordwesten valt een enkele opklaring niet uit te sluiten. En op de koudste plaatsen vanavond is het ongeveer min 3 graden. Terwijl het aan de zuidgrens amper vriest met temperaturen rond het vriespunt. Vannacht komen er dan waarschijnlijk meer opklaringen voor. En in die opklaringen gaat het dan ook matig vriezen: min 5 of min 6 graden langs de oostgrens. En op de minst koude plaatsen vriest het dan uiteindelijk 3 graden. Door de matige oosten tot noordoostenwind zal het wel heel erg koud aanvoelen. Lokaal kan de gevoelstemperatuur dalen tot misschien wel beneden de min 10 graden. Morgen is het dan overwegend bewolkt, maar misschien dat er nog wel wat opklaringen voorkomen. En in de loop van de dag dan trekt een storing vanuit het zuiden van het land heel langzaamaan naar het noorden toe. Waardoor met name in de nacht naar zaterdag verspreid wat lichte sneeuw kan gevallen. Het kan dan wit worden, maar vooral is de gladheid toch echt een aandachtspunt. Overdag is het eigenlijk niet heel warm. Eh, wat zeg ik? Het is gewoon koud met temperaturen rond het vriespunt. Op sommige plaatsen iets eronder in het zuidoosten van het land, in de opklaringen iets erboven. Maar voor het gevoel vriest het gewoon echt een paar graden. Want die matige oostenwind die blijft gewoon doorstaan. Ook zaterdag valt er dan lokaal nog een enkel buitje. Maar uiteindelijk wordt het droog en breekt ook de zon door. De temperatuur overdag ruim boven het vriespunt met 3 of 4 graden. Zondag weinig verandering. Het blijft wel de hele dag droog en is er meer ruimte voor de zon dan op zaterdag. Het is weliswaar 3 tot 4 graden. Maar met die matige oostenwind vriest het nog steeds voor het gevoel. Maandag lijkt het dan een behoorlijk zonnige dag te gaan worden. Misschien had langs de Noordkust nog wat wolkenvelden voor kunnen komen. Maar de temperatuur loopt dan al op naar zo'n 4 tot 7 graden. Wat later in de week dan loopt vooral de temperatuur in de loop van de middag op. Met misschien dubbele cijfers vanaf woensdag. In de nachten blijft het toch al op veel plaatsen gewoon licht of soms nog wel eens matig vriezen. En met de oostenwind die er geleidelijk aan wat minder, even, wat minder krachtig wordt... Je voelt het voor, is het voor het gevoel al lang niet meer zo koud. En vooral in de vroege ochtend niet meer. Maar het weer gaat volgende week dus meer denken, uh, meer, ons meer laten denken aan voorjaar. Dan aan dat het winter is. En in de loop van richting volgend weekend. Dan lijkt het erop dat de vorst uiteindelijk ons land zal gaan verlaten. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl